Ja, we zijn er. Een hele goede avond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe Fortnite stream. De knopjes, of ik drukte mis met mijn dikke vingers, dat kan natuurlijk ook. Of het ging niet goed. Bassie zegt hij hoort me niet. Bassie zegt hij hoort me niet. Da-da-da-da. Zeg eens wat dan. Hallo? Nu dan. Hoor je mij? Gaat goed wel met de streams. Ja, het is de laatste tijd... Het is zo gek, want je hebt alles gewoon goed staan. Hoor je me al? Pam, 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 pam. Pam, pam. Ik heb reclame aan staan. Reclame aanstaan? Ik heb reclame nou op mijn kanaal. Dat kan. Oh, hij had de stream gemute. Oké, nou, dan gaat het bij ons in ieder geval goed. Geeft niks. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat je het aangeeft. In plaats van dat ik al halverwege de stream achterkom of zo. Dus vanavond ga ik lekker Fortnite spelen samen met Marco. Ik ga mijn muziekje even iets zachter zetten. Oep. Apply, yes. En dan wil ik gaan kijken, zal ik dat gewoon proberen met de muziek? Zal ik dat gewoon proberen met de muziek? Of zo? Fortnite muziek? Ja, dat is waar, is niet handig. Ik wil met de volgende stream ergens een keertje eventjes met muziek, achtergrondmuziek proberen. Maar het zou inderdaad leuker zijn bij rustige spelletjes. Zoals Spyro en... Spyro, Animal Crossing inderdaad, muziek op de achtergrond. Animal Crossing niet, want je leest heel veel voor. Dat doe ik niet meer. Omdat ik gewoon lekker met de chat aan het kletsen ben. En gewoon aan het vertellen ben wat ik aan het doen ben. Daar ben ik een beetje van afgestapt. Zeg toch vaak hetzelfde. Marco is er nog niet. Zal ik een solo potje beginnen? Of... Nee. Marco die is aan het opstarten. Dus daar wachten we eventjes op. Daar hebben we wel even geduld voor. En ik moet nog 2 levels omhoog. En dan heb ik eindelijk Lexa vrijgespeeld. Oh, oh, oh. Ik vind dat zo irritant, hè. Nou, waarom doet hij dat? Hup, view reward. Nee, niet die. Echt, die knopjes, die worden dan in één keer weer veranderd en dan lukt dat niet meer, hè? Zo. Maar wat ik dus vertelde, we gaan lekker Fortnite spelen. Ja, verder niet zoveel bijzonders eigenlijk. Ik ga gewoon lekker met z'n tweeën spelen. Misschien dat iemand anders nog mee wil doen of zo. Straks een Suus of een Joan of weet ik veel wat. Of misschien een Kevin. Dat zien we dan wel. We gaan eerst gewoon lekker met z'n tweeën. Itemshop had ik al even doorgekeken. Maar er is niet zoveel bijzonders. Ik heb, ja... Ik vind die clownskins op zich wel grappig. Maar... Ja... De Wiggle heb ik al. Deze is op zich wel grappig. Leuk muziekje. Die Locket op vind ik niks. Nou, dat is die bundel. Dit is de nieuwe Fortnite crew. Met de vrouwelijke drift skin. Snake Eyes is nieuw. Ja. Voor de rest, ja. Ik weet niet. Ik ben meer van de dansjes en zo. Minder van de skins. Invite. Dan kan ik nu trouwens mijn muziekje wel weer wat harder zetten. Yes. Oké. Nou, let's go. Basje moet alweer gaan, helaas. Geef niks, jongen. Fijne avond. Leuk dat je in ieder geval eventjes was. Gezellig. Misschien wel later op de avond dat je weer terugkomt. You never know. Fijne avond, jongen. Are you ready, my love? Intel.
Oh, wacht, ik moet Marco natuurlijk even muten, anders horen we hem dubbel. En dat is niet zo fijn. Yes. Here we go. Dit keer geen doel. Ja, één doel en dat ze windspinnen slepen. Tenzij je zoiets hebt van, nou, ik heb een leuke challenge voor jullie. Wij hebben zoiets van, nou oké, okay, dat is wel leuk. Kunnen we altijd kijken. Kunnen ook gewoon kaart zeggen, nee, dat wordt hem niet. Ligt echt aan de challenge natuurlijk. Zo. Mijn eerste potje. Warmlooppotje. Jemig. Lol. Nou, hup. Hey. Nou, het is ook nog steeds niet wat ik wilde. Laat maar. Waar gaan we heen, Misty? Oké. Okay. Mijn man die is af en toe raar hoor. Vind Misty even lekker veilig en vertrouwd. Kijken of we daar wat killetjes kunnen pakken. Ik heb van de week weer de Link skin aangedaan. Ik had echt steeds van, ja. Die skin heb ik... ja, ik heb wel andere vormen van aangehad. Maar nu gewoon eventjes de laatste vorm in de laatste kleur en zo. Zit iemand op mijn huis? Yes. Ik ga haar killen. Ik heb haar gekild. Of genokt in ieder geval. Oh, oh, oh. Pff, dat ben jij. Zit buiten. Waarom schoot ze niet met de pistool? Oh, wacht. Laat ik die even omwisselen. Dat lijkt me beter. Word je beschoten? Ik schoot door jou heen. Of zo. Er zit nog eentje dichtbij hoor. Ik heb echt nog rukwapens. Oh. Oké. Okay. Was easy kill trouwens net. Oké. Ik heb het gevoel alsof ik mijn sensitivity echt veel te hoog heb staan man. Shield is wel lekker. Nog meer shield, lekker. Je hebt het allemaal fight aan het aangaan. Oh, dat is de kluis. Nee. Ja, dat vind ik niet zo interessant. Got him. Heppatee. Nou, willen we wel zo'n wapentje. Dan lig je allemaal met kits. Heppatee. Dat is wat. Heb ik, schatje. Heb ik allemaal. Alleen ik ging jou eerst helpen. Goed, hè? Ik kan het wel. Kan ik je nu iemand doden? Ik wilde eerst eventjes verder looten trouwens, want we hebben gewoon nog kistjes in onze huizen. Allemaal ammo en zo. Nee, allemaal. Oh wacht, liever action rifle. Waar heb ik die laten liggen?
Ah, shit. Ik ben mijn wapen kwijt. Want die kan ik nu wel gebruiken, eigenlijk. Volgens mij hier, voor de minis of zo. Of niet? Ik ben niet bij je, hè? Dat weet je? Ja. Ik heb je alleen gelaten, in de steek. Nu? Oh, hier. Check. Ligt hier een big shield? Oh, nee, ik wil niet dansen. Ik neem wel de twee big shields mee. Laat ik één mini liggen. Je oké? <okay? laughs> Zal ik toch kijken of ik je kan helpen, schatje? Of heb je geen hulp meer nodig? Nee, ik heb altijd dat. Lekker. Want hier in mijn huisje is gewoon beneden nog het kistje. Ik was nog niet eens beneden in mijn huisje geweest. Wat heb jij gepinkt? Die minis? Oh, tech. Ja, nou, ik probeer wat meer met die lieve action rifle. Als ik een goed wapen ernaast heb, zoals die Tactical AR. Of een SMG, dan wil ik daar wel mee spelen, zeg maar. Liggen hier nog minis? Kijk, ik maak alleen dan de keuze granaatjes of een sniper. Ik kies nu voor granaatjes. Heb je een sniper gevonden? Nee, geen sniper, wel een liever action rifle. Mislukte hunting. Oh, ik zie dat mijn tips nog helemaal niet open heb staan. Tapestream. Ta-ta-ta-ta. Ja. Check. Yes. Lekker. Ja. Nee. Ja. Die wil ik wel. Ja, een floppa. Oké, ik heb 6 granaatjes. Het is een big shield, hè. Daar kan ik er nog eens van dragen. Dus die kom ik ophalen. Oeh. Ik blijf op A drukken om te bevestigen, ondanks dat dat niet meer hoeft. Het is best wel stom eigenlijk. Heb je ergens nog kans van? Ik heb 220 AR, 46 shot en 354 minikogeltjes. Ja, ik ook. Dus I think I'm fine. Ik moet alleen echt gaan hakken, want ik heb heel weinig maps. Oh, er zijn mensen vanaf dat eilandje hier de lucht in gesprongen. Kom aan. Ja, ze zijn nu weg. Ik had het niet meer zien. Ze hadden een rift gepakt. Ik vond het trouwens zonde van een rift. Ik zit nog in de cirkel. Dan had ik bij even gewacht tot dat de cirkel dicht was. Want dan kon je daarna vervolgens gewoon kijken van ja, is het nodig of kan ik hier blijven in verband met de cirkel. Weet je ook waar je heen moet vliegen. Ja, maar het kan zijn dat je een bepaalde dom moet hebben. Ja, dat is waar. Dat is waar. Toen zag ze mij aankomen, toen werden ze helemaal bang. Dat snap ik helemaal. Hier ligt een blauwe lever action rifle. En nog een floppertje erbij.
schrok bijna. Maar ondertussen ben ik wat van je gewend. Oei. Moeten we ver? Wij moeten een stukje. We moeten helemaal voorbij Hunters Haven. We gaan niet met de boot. Nu kunnen we ondertussen nog hakken. En de storm loopt nog niet. Duurt nog een half minuut. Ook die bounce pads. Marco die bounce ernaast. Ik hoor schoten. Ah, dat wil niet. Jij wilde waarschijnlijk daar hetzelfde doen als ik. Platformpje onder je bouwen. Wow. Ja, ik zie ze lopen daar. 1x28, 1x43. Op blauw heb ik geen shield meer. Ik. Nog 1x6. Ja, dood. Let me in, let me in. Yes. Wat wil je? Pak jij de sniper maar, schatje. Ik heb zoveel kogeltjes, denk ik. Ja, die wil ik ook wel. Ja. Kun jij zo die kogels oppakken op deze manier? Oh, we moeten gaan. Yes. Go, 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 go! Nou, je hebt zeker weten geen tekort aan sniperkogels. Ik had er 83 voor je gedropt. Moet genoeg zijn. Ah nee, fuel is empty. Oh, er zijn die mensen. Of waren dat guards? Guards. Oké, heel hard doorrijden dus. Het is een vals. Och ja. Oh shit. Twee genaatjes van mij. Nice. Lekker. Oh, dat was echt lekker hoor. Oh, dan ga ik toch voor... Ik weet niet, mijn game is heel erg laggy. Heb jij dat ook? Nee. Oh, die Mandalorian zit op ons te schieten. Yes. Kun jij hem zien? Heb jij voor mij een grote potje? Ja. Ik schiet hier helemaal. Wow. Ja, als hij raak schiet, schiet hij echt goed raak. Nice. Jij hebt minis, hè? Ja. Ik zit te twijfelen. 4... granaatjes of een sniper? Ja, met goede succes met sniper. Ja, de granaatjes gingen wel lekker. Dus ik hou de granaatjes. Zie je het water gaan? Ja, is goed. We moeten weer mega ver, of niet? Wordt gesniped. Of daar ergens. Oh, ik ben net naar het water gegaan. Oh. Oh.
Ik weet niet wat ik heb. Mijn wegen, dat gaat zo. Ik heb deze 59 eentje geschoten. Ik moet wel langzaam een beetje bewegen. Oh. Er zit alles raak, kijk uit. Oh, ik heb het door inderdaad. Het was ook prup en je bent dood. Maar ik weet niet, mijn spel die is heel erg laggy. Het is één grote haper. Nu nog steeds met meekijken. Speelt hier de Zwitser? Ja. Dan gaat de laptop blazen. Anders heb je te veel geblazen op de achtergrond. En dat is onprettig. Ach, het was geen slecht begin. Maar ik weet niet, ik moet in één keer weer wennen aan settings of zo. Of mijn duim die doet gewoon anders. Nou, waarom doet hij het niet? Stom ding. Heb je niet gezien? Goed zo. Wij gaan landen bij Jump Pleasant Park. Nu springen. Ik ben op mijn huisje geland. Ik ben niet de enige. Serieus, geen wapen. Hier is een spelkistje. En dus een wapen. Oké, ga aan de kant. Oh, hij is gelijk geliefd. Oh, jij bent hier beneden al geland. Oké. Of geland geweest, bedoel ik. Zit buiten. Eigenlijk moet dit niet slim. Genaad, genaad. Wat doe ik naar jou toe lopen? Dat wilde ik net zeggen. Eigenlijk doen we dat niet slim. We laten ons opsluiten. Bewust. Ja. Oh. Oepsie. Here we go again. Oh. Nou, kijk, dit geeft dan een beetje aan wat voor avond het gaat worden. Kijk, mijn één. Of nou ja, wat er van over is.
is echt verschrikkelijk. Oh. Oké. Okay. Weer mist hier. Dan moeten we ook vrijwel direct springen. Ja. De sonare landing. Dan moet je echt een goede aanvliegroute hebben. Ik denk dat ik nu wel redelijk oké zit. Of het ook echt zo is, dat is maar de vraag. Nee, ik ben te laag. Maar ik was niet de enige zo te zien. Oh, hi. Nog. Hij is bijna dood. Godsamme. Ja, ik heb haar. Ik ga jou gewoon resten. Zoek het uit. Ik heb geen wapens, niks. Maar ik heb haar kapot gehaakt. Huppatee. Ik heb kogels. Hij is blij. Oké, ik heb een wapen. Verdiepingje lager, pak ik hier het kistje ook even. Shotgun, sniper, ook goed. Zo dan maar. Ja. Mijn Nokkie is trouwens nog niet dood. Yes, shotgun. Lekker. Big shield. Oh, ik heb een medkit trouwens. Je hebt 30 HP. Dan kom ik half uur later aankakken. Oh ja, ik heb ook een medkit. Ligt hier een AR? Of een blauwe heavy. Zo. Zo. Vind je nu weer veilig, Tiffy? Ja, we hebben gevochten. Ja, en de guards zijn ook volop bezig. Oh, oh. Daar. Oh. Ah. Lekker. Ligt een exieltje bij. Oh, hier. Om het af te maken. Een blauwe, hoor. Zeg niks. Och, maar zo gaat het eigenlijk bijna de hele tijd al. Het is vandaag niet mijn dag, dat heb ik al wel door. Oh, mensen. Nee, kut. Kut, ik heb mezelf ingesloten. Nou, dit was ook gewoon laggy, hoor. Nou, dat was gewoon schil. Ik kan beter met AR schieten. Achter je. Nou. Kun je... Ah! Dat was gewoon slecht weer. Ik weet niet. Het wil niet lukken. Het gaat er vandaag niet worden, schatje. Qua kills voor mij. Je moet me gaan carryen vandaag.
Zijn hier minis? Ik weet niet hoeveel ze zijn. Het zijn er 4. Oh, laat ik dat maar niet doen. Ik ging bijna geen haartje op je gooien. neem ik wel de big shield in. ik was net op tijd mijn bandages oppakken. Seriously, ik loop zelfs langs de bandages heen om ze op te pakken. Ja, dan gaat het inderdaad gewoon lekker zo'n avondje worden. Dat lijkt me een beter idee. Ik mis de boekiebobs. Oh. Wow. Eet veel bananen, bananen zijn gezond. Nee! Gooi een glaasje help. Ja, I know, die had ik ook. Ik wilde een derde banaan eten, maar die had ik niet. Die had ik niet. Godsamme. Die had ik. Ik heb het niet meer uit. Die had je niet. Die had ik niet en daardoor had ik hem ook niet. Ja. Wordt vanaf daar ergens geschoten. Spannend, hè? Ja. Dus in plaats van een banaantje eten, ging ik een granaatje gooien. Oh. Hij zit veel dichterbij dan ik dacht. Kijk, en die schiet wel poef headshot. Hoe dan? Man, hij heeft ook een blauwe tag. Kijk eens, schatje. Mooi shotgun. Ja? Heb jij een paarse tag? Een gouden tag? Ik krijg jij altijd. Dan ben ik wel benieuwd wat voor shotgun jij hebt. Oh. Snap ik. Ik heb een familie van je. Noem me nou een kwal. Nou, van je man moet je het maar hebben. Oh. Ja. Mijn oog die trekt de hele tijd. Die zet het uit zo. Ja, dat ja. Heel naar. Ik denk dat de vaccinatie niet helemaal bij je aanslaat. Ja, nu al, voordat ik hem überhaupt gehad heb. Ik heb al een blauwe, gewone blauwe AR. Zelfs praten wat moeilijk. Tijd dat ik die vaccinatie krijg. Want het gaat helemaal de verkeerde kant op. Er wordt geschoten. In deze. Ik wil die van mij nemen, man. Wat is dat? Oh. Nee, ik laat hem voor wat het is. Wij gaan heel stil proberen. Daar is iemand gekild. Hij heeft granaatjes. Ik wil zijn granaatjes. Ooh.
Oh, heaven. Heaven, you're in heaven. Ik weet niet waar ze zijn. Ik zie je niet en ik hoor je niet. Ik hoor ze wel. Daar loopt wel wat. Waar? Dat is denk ik dat kereltje. Oh ja, die hoorde ik ook wel, ja. Ik denk dat ze gelijk doorgelopen zijn naar de cirkel. Oh, soepel. Mee dit. Maar je weet dat ze dan hier ergens moeten zijn. Wacht, daar is wel een fortje. Die heel makkelijk naar beneden te halen is. Er zat denk ik niemand in. Oh, jij bent helemaal die kant. Zie je ze? Ja, die achter ze aan. En je zegt ook niks. Ik maar zoeken, zoeken. Sorry. Zoeken, zoeken. Waar zijn ze dan? Zijn dood. Oh, echt? Ben je naar beneden gevallen? Ze zijn helemaal niet dood. Nu wel. Die is nieuw. We zijn nu wel buiten de cirkel. Ja, ik heb al 6 granaatjes. Boom! Zo'n grote vuurbal, jongen! Oh, daar, mensen. Oh, Bart heeft ook bounties. Echt? Ja. Hij gaat richting Mandalorian. Hoe was die mis? Hij wordt door andere mensen weer aangevallen vandaar. Oh, het is mij daar te druk. Zullen wij richting cirkel gaan? Laten we maar vechten. Tot, die komen zo meteen wel naar ons toe. Maar het lijkt me niet verstandig om daar nu volop in te gaan. Kunnen ze beter opwachten in de storm. In de hoop dat wij niet gesandwiched worden. Ja. Want dat risico bestaat natuurlijk ook. Want we weten dat onze bounty hier ook ergens is. Eppetee. Oké, onze bounty is hier ergens. Zie je hem? Dan schiet je op. Oh, daar. Och. Ik vind het wel grappig. Jij begint op ze te schieten. Zij beginnen op mij te schieten. Is al een keer geraakt. Oh, achter ons, mensen. Wow. Schat, ik ben daar. Ja, mensen achter ons. Yes. Hou je door. Zelf opblazen waarschijnlijk hiermee. Hoor je? Ja.
Weet je, dat is gewoon kut. Ach, wat een jammer gastje zou al lang moeten hebben. Moet ik kijken hoe snel deze bouwt, joh. Die baas. Denk je eindelijk helemaal boven te zijn en veilig te zijn, word je gesniped. Dat is balen. Maar we gaan gewoon volgend potje in. Heaven, you're in heaven. Gewoon Misty. Misty voelt op zich wel goed. Misty gaat wel lekker. Vind je lekker? Ik vind dit ook wel lekker, Garnet. Ja, ja, ja. Maar waar landen we? In Misty. In Misty landen gaat wel lekker. Nee, ik hoor al geen kistjes in mijn huis. Wow, ik heb echt een partijtje lag weer. Oh, ik heb in ieder geval een wapen, dat is fijn. Hoi, was ik. Denk aan mijn hart. Nou, dat moet ondertussen wel. Iemand echt bij mij? Ach, het is zo'n dikke kop de bouwer. Oh, hier. Ja, hij is hier. Jam, joh. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nou, Pus gaat weer lekker voor Misty. Deze ronde Misty, die tellen we niet mee. Oh, nu alweer. Ah. Oh, wacht, we moeten springen. Goedemorgen. Do 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 do
Nou, nu hoop. Ah, er is nu al iemand geland op mijn huis. Nu al misgesproken. Seriously? Ah, oh, het is ook weer zo lekker laggy. Oh, ik heb nog geen match. Lol. Ah! Zat ze bij mij? Ja. Ze zitten hier bij mij, bij mij. Oh, lol. Hi. Dat is één. Ah, die andere is ook solo. Die heeft 40 HP. En ik word gelijk gefinished. Wat een spel. Ja, ik ga gewoon verder looten. Hier ligt helemaal niks. Niet teruglopen, niet teruglopen. Deze kant op. Ja, ik kom jouw kant op inderdaad. Wow. Er wordt op mij gesniped. Vanaf daar volgens mij. Ergens. Wow, ja, boven op het dak. Hier niet overheen, dat is naar. Help. Oh, wacht, dit is een ja. Oh shit. Waar zijn ze? Oh, je hebt op hem geschoten. Ik schrok, sorry. Ja, dat geeft niet. Ik weet niet waar die gasten zijn. Ah, hier. Wat ben ik scheef aan het schieten dan? Verschrikkelijk. Ja, hè, ze is dood. Wahaha, victory is mine. Oké. Okay. Jij hebt mijn chuck splashes gegooid. Ik denk, waarom kan ik mijn tweede mini niet innemen? Sorry, was stress. Geef niet, liever zo dan soms toch. Sorry, doet zeer aan de oortjes. Ik zie een grijs, een groene tag. De guards zijn aan het vechten. Dat houdt in dat daar mensen zijn. Oh, die gaan nu het bootje in. Ik heb er eentje geraakt op zijn shield. Zullen wij ook gaan? Iets met cirkel en zo. Cards beginnen nu ook op mij te schieten. Cards moeten niet op mij gaan schieten. Ze zijn om het eilandje heen gevaren. Ik weet niet waar ze, of ze nu verder gaan of dat ze daar ons weer opwachten. En dat ze daar ons op gaan wachten. Ja. We houden het even in de gaten. Ze zijn nu daar. Ik denk dat ze weggaan hoor. Ik heb ze flink aangeschoten. Ja, ik heb er eentje 29 raak geschoten. Dus ik was wel heel trots op mezelf.
Oké, dat is dat Riftfish? Dus. Ja? Nee. Ja, ik heb meegenomen. Oh, jammer. Dan gaan we gewoon lekker lopen. Dat is wel Riftfish. Of Zero Point. Rift. Rift, oké. Ik ben Chameleon aan het aaien. Schatstorm. Je houdt van de spanning, of niet? Hey, goedenavond, Espansas. Leuk dat je er weer bent. Hoe is het met jou? Ze zijn daar, want daar is net een muurtje gebouwd, volgens mij. Ja, ze zeker wel, ja. Ja, gaan we daar wel eerst even heen? Lijkt me goed. Mensen zijn met... die gasten zijn dus bezig met de Mandalorian. Ja, op mij ook. Ik probeer een beetje te ontwijken. Gaan we daarop af? Ik ga gewoon bovenop hem landen. 1, 2. Boom. Sorry. Die vond ik leuk. Huppatee, even. Kogeltjes. Oh. Ik voel Mandalorian kogels, hoor ik. Voorbij zoeven. Goed hoor, mooi om te horen. Oké, wat ben jij? Oh, kistje. Oké. Het daar liep er ook een. Oh, wacht. Ja, goeie. Oh, scheef. Ik miste echt alles. Maar ja, dat doe ik de hele avond al. Zo. Ik vind het wel een naar plekje wat dat betreft hoor. Je zit echt in zo'n kuil. Oh. Schok je? Nee. Jammer. Ja, die neem ik weer mee. Dank je. Nee! Ik was gewoon oppakken. En ik wilde die opeten. Hupsakee. Speel je ook wel eens Fortnite, Svansas? Vind je gewoon leuk om te kijken? Oh, mijn spel is echt laggy. Ja, af en toe. Nice. Nu een stukje meezwemmen met het water. Ze lopen daar. Eén keer 24 op shield. Zijn snipers krijgen uit. Oké. Nou, waarom gaat hij de hele tijd daar naar boven dan? Ik weet niet hoor, maar dat is dus gewoon... Mijn puntje is op jullie gericht. Eentje shield pro, wow! Nou. Hij moet de rest aanvallen. Hij is dan dood. Ze worden van twee kanten aangevallen. Ja. Oké, ik moet ook eventjes minis poppen.
En dan hoop dat ik niet gesniped word. Oké, okay, lekker. Oh. Hé, hey man. Ah, shit. Heb je snijp op? Lekker. Ah nee, hoe mis ik die? Oh, maar mijn spel is echt lekkie. Dit soort buildfights zijn gewoon niet leuk meer. Mijn spel is echt... Ja, ik werd geshotgunned. Ik denk ik blaas hem op met een granaatje. Maar... Oh, dat is heel naar geluid. Oh, dat echt helemaal. Sorry voor de herrie, mensen. Marco die besluit om eventjes... Oh, je gaat de switch even schoonblazen. Dan moet het te wel hoor. Zou kunnen. Sorry voor de herrie. Marco die ging eventjes mijn dingen stofvrij maken. En jullie horen nu even de echo, omdat jullie moeten terug horen op de koptelefoon van Marco. Omdat hij hem niet op heeft. Het is nu al ietsje minder met de etui ertussen. Huh? Ik had reclame toen ik mee aan het zoeken. Dat kan, dan heeft hij dat zelf gedaan, want ik had zelf geen reclame afgespeeld. Vandaag heb ik PlayStation 5 stofvrij gemaakt. Nu al stofvrij moeten maken, dat is snel. Ja, dat is normaal. Oh, is normaal, zegt Marco. Nou, wij hebben de Nintendo Switch nu al 2,5 jaar of zo. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit stofvrij heb gemaakt. Hoogst, ja, een doekje eroverheen. Oh, Marco wel trouwens, inderdaad. Ik verzorg alles. Ja. Maar slim om goed te onderhouden. Maar wat chill dat je een PlayStation al hebt, joh. Lekker. Heb je mooi mazzel mee. Wat hebben mensen met mijn huisje? Normaal landt er nooit iemand op mijn huis. En nu landt iedereen op mijn huis. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb eentje down. Oh, ik zie shotgun liggen, die ga ik gelijk pakken. Want hij had geen kistje. Oh, ik ga eerst even uitlachen. Oké. Ga ik kapot hakken. Boep, 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 boep. Ja. Hij had gewoon een wapen, waarom deed hij niks? Oké. Oh, mensen bij mij. Oh, hier ben jij. Boom. Ik wilde hem shaken, maar ik ging mijn wapen laden. Is ook heel belangrijk natuurlijk. Oei, boom, boom. Here. Take my shotgun. Maar nu is het zo gemakkelijk om PlayStation 5 schoon te maken. Je kan alleen, je hoeft alleen de twee kleppen eraf te halen. Oh, dat scheelt wel inderdaad. Kijk, zagen jullie dat? Ik mis toch gewoon een hele frame. Ik sta van zo, in één keer sta ik zo, zonder dat ik woep, die kant op ging. Nou, nu is dat niet erg, maar midden in de match is dat wel erg. Want daardoor mis je gewoon delen en dan gaat het gewoon niet goed. Heb jij minis? Ja. Lekker.
Appetit. En Marco die heeft dan zo'n spuitbus met lucht. Is het in principe gewoon een... Ja, er zit druk achter, dus daar kun je zo alles mee schoon spuiten. Ja, die wil ik wel. Hoe heb jij shotgunkogels? Ik heb 54. Mag ik er een paar voor jou dan? Want ja, dan rook die om. Hup. Naar jou toe, gehakt. Ik pak de stofzuiger, dan ben je zo klaar. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dan moet je maar uitkijken. Oh. Stofzuiger voor, zorgt voor een negatieve lading. Een wat is? Een negatieve? Negatieve lading. Oké. Okay. Waardoor je een schok kan krijgen. Of iets dat erin zit. Oh, oh zo. Heb je gehoord? Je moet dus mee uitkijken. Dankjewel, liefie. Maar ik had waarschijnlijk ook of zoiets of een föhn inderdaad. Als je iets schoon moet blazen, ja, waarom zelf blazen kan als ik de föhn kan pakken? Er is hier eentje heel hard afkeurend aan het neeschudden. Ik loop nog even ietsje terug, want daar ligt nog een medkit. En ik heb er al 2, dan heb ik er met die erbij, heb ik er 3. Ik heb er ook 2. Daar is je nog Kitty. Nee, heb ik niet nodig. Hier is Slurpfish Flopper. Nog Flopper. Nee, ik wil vissen. Blauwe tech en nog een medkit. Nou, laat ik gelijk eventjes goed rondlopen. Gelijk alle ammo erbij oppakken. Heb ze thee. Oh nee, je hebt de blauwe charge, hè? Nee? Oh, die had je laten liggen. Wat voor wapen heb je dan? Zo'n... Lever action rifle? Ja, shotgun. Ja, die bedoel ik. Lever action shotgun. Bijna goed. Lever action rifle, dat bek lekkerder of zo. Lever action shotgun, daar moet ik over nadenken. Mislukte hunting en een mislukte pump. Zullen we daarop houden, liefie? Nee? Zo voelt het namelijk wel. Ik schrok, ik dacht echt dat hij al dat hij er al bijna was, maar als je achter je kijkt. Hij staat nog niet op mijn minimap, dus dan is hij nog ver weg. Hupsakee. Oké, nu komt hij op mijn minimap. Nu komt hij te dichtbij. Run. Hier is een bootje. Kun jij een bootje besturen? Pak ik nog even gauw een kistje. Ja, go. Go, 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 go. Oké, laat maar. Kistje. Pew.
Cirkel. Safety first. Rule number one. Dit gaat veel sneller. Oh. Wat zeg ik? Ik moet er echt... Wow! Hierboven ons. Ik was er totaal niet op voorbereid. Oh, hij is wit, joh. Je komt er net niet bij. Je zit maar met die harpoenen. Pieuw. Pieuw. Pieuw, maar volgens mij was dit een bot. Wow. Oh, ik heb geen dingetje meer. Kijk, doe ik weer op A drukken, hè? Ben jij? Oh, wacht maar. Je kunt ook voor achteruit gaan teleporteren. Oh. Kijk, zoals ik nu aan het teleporteren ben, zo voel ik me de hele match eigenlijk bijna. Nee, zo erg is het nou ook weer niet. Oh, chill. Is die key hier... Country. Tenminste, zo klinkt het. Nee. Wow. Nee, die wilde ik niet. Ik wilde deze. Aww. Oké. Nou. Ik het zien. Oeh, granaatjes. Ik laat ze liggen. Ik houd even bij mijn shotgun met SMG, want dat gaat op zich wel oké. Okay. Er ligt daar wat loot. Oh, ik hoor het grote. Ja. Ik ben hier eerst nog even die loot aan het oppakken. Oh, de Salty Towers. Ja, ik zie ze. Daar. Oh, hier. Heeft me. Ik heb het door. Ze is in de blauw. Sorry, het wil me vandaag echt niet lukken. Oh, man. Okay. Een klein beetje triggered. Sorry, guys. Oh mijn god, hé. Hey. Maar we proberen het gewoon opnieuw. We geven ons niet zomaar gewonnen. Oh man. Het is gewoon mijn dag niet, zullen we maar zeggen.
Ja, zo voelde het wel. Ja, en ik... Pieuw, 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 pieuw. En ik één keer in mijn gezicht poef, dood. Oh. Echt, oh mijn god, hé. Hey. Zelfs dit wil nu gewoon niet. Oké. Dat heeft niemand gezien, hè? Nee, heeft niemand gezien. Oké, heel goed. Zullen wij voor de verandering nu eens een keer in Hollyoaks landen? Daar hebben we vanavond nog niet... Dus zijn we nog niet geland. Zijn we überhaupt nog niet geweest. Misschien gaat het daar gewoon mis. De vorige Fortnite stream ging op zich wel oké. Okay. Waren we gewoon een beetje lol aan het trappen met onze zogenaamde Stairway to Heaven. We waren van twee keer tweede geworden dat we echt pas in de eindcirkel ontdekt werden. Dus dat was wel leuk. En aan het einde hebben we één normaal potje gedaan. En die hadden we gewonnen. Dus vorige keer ging het gewoon lekker. Maar ik weet niet wat vandaag is. Ik speel te weinig Fortnite de laatste tijd weer, denk ik. Ik ben momenteel echt gewoon meer andere spelletjes aan het spelen. Meer Animal Crossing, meer Zelda. Ik heb gisteren nog even Assassin's Creed gespeeld. Waar ik wat super grappig was. Waar ik dus de vorige keer een hele stream over heb gedaan. Heb ik, gistermiddag in 5 à 10 minuutjes gedaan. En ook de vorige keer dus. Toen tijdens de stream heb ik daar echt gewoon... 2 uur over gedaan of zo. En maar zoeken en maar zoeken en maar vloeken en tieren omdat ik het niet kon vinden. Oh. Are you okay? Ik heb Chick Splash en Masked voor je als je bijna dood bent. Oké, okay, dan kom ik eraan. Ik weet niet welke hulp ik kan bieden, maar alle beetjes helpen denk ik. Oh. En een keer is een plof met een Chuck Splash in de handen bij mij op beeld. Ik kreeg de shock door mijn hoofd heen. Ik zag hem nog met Chuck Splash in de handen. Ja, maar zo vond het ook. Dat was ook heel goed. We hebben niet eens elkaars kwaliteiten van elkaar kunnen meten. Ik kom er aan. Oh, wacht, ze loopt daar. Prrr, poef. Het is echt verschrikkelijk. Volgens mij zeg ik dat de laatste tijd wel heel vaak. Tijdens Fortnite. Het is echt verschrikkelijk. Ook eigenlijk een soort van... Hé? Kun jij ook niks? Oké. Okay. Ah. En ik ploef. En we zijn er weer. Joe. Ik zou eigenlijk zo'n countdown moeten hebben met... of zo'n teller van hoe vaak ik... Het is echt verschrikkelijk. Ping! Oké. Is goed. Misty. Jump. Jump, 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 jump. Oh. Ik wilde het weer zeggen, maar ik hou hem in. Wat wil je zeggen? Wat ik de hele tijd wil zeggen. Die ja, ping. Oh. Dat is verschrikkelijk. Ja, precies. Oh. Ach. Ik heb ook echt een verschrikkelijke landing. Ah. Maar ik heb een tag. Een grijze, maar het is een tag. Oh. Oh, hi. Boom. Hey, hey. 2 schoten. Alle 2 raken we. Oh, dat ben jij.
me niet zo schrikken, joh. Oh, ik zie voetjes. Er is hier iemand. Als we toch in zo'n bui zijn, dan maakt het ook allemaal niet meer uit, hè. Ik heb letterlijk alleen een grijze tag. Oh, en een groene tag nu. Als ik mijn mening erover mag geven, ja? Het lijkt dat je daar raak mee. Ja, dat ging wel oké. Okay. Oké, bandage is weg. Die mag daar. Die mag daar, huppatee. Wat bist u? Oh, daar. Ik ben toch helemaal daar. Ik heb nog een AR nodig. Ik denk dat hier wel een kissie is. Yes. Oh, er wordt geschoten. Vanaf de berg. Ik hoop hier nog eventjes gauw een AR'tje. Nee, wel zo'n liever actions. Durf ik het aan? Ik had die pistool in principe kunnen pakken. Oh, wacht. Laat ik eerst even minien. Ja, ik heb daar nu even een werkwoord van gemaakt. Minien. Oftewel minion. Oh, jij bent in fight? Je zegt ook niks. Van help, ik ben in een fight. Nee, ik... Sorry. Wow. Had ik weer een dikke lek, hè? Oh. Waar is hij? Oh, daar. Nog eentje? Ja? Bij mijn lijk. Daar is het nu. Bij... Oh! Moet ik daar zo gelang? Nee! Ah, ik heb het goed volgehouden, hè? Oh. Je hebt van twee kanten aangevallen. Ja, dat had ik door. Sorry, dit was mijn fout. Nee hoor. Behalve dan dat je niet zei dat je die kant op ging. En of, ik wist wel dat je die kant op ging, maar je zei niet dat je in een fight was. Was ik ook niet. Hij stond erin voor me. Net zoals ik het vorige potje. Poef. Nee, maar die wist je dat hij er zat. Dus dat was. Ja, oké. Okay. Oh, als we het maar gezellig hebben, hè? Daarom. Ik heb er wel plezier in op. Aan de ene kant ben ik raak ik wel een beetje triggerd of zo. Maar aan de andere kant moet ik heel hard lachen. Dus ik richt me gewoon op positieve, op het gelach en dan komt het vast wel goed. Yay! Yay! Wat een gezelligheid! Ik wil niet meer naar Holy Edges. Nee, maar even serieus. Waar gaan we heen? Zeg maar. Retail Row. Boop. Hier is mijn huisje volgens mij. Als ik het goed heb. Let's go. Oh, ik ben heel even twee tellen aan het wegkijken. En ik heb echt de meest crappy landing ooit. Ik kan dit huisje redden. En dan de voordeur. Maar het is echt heel lekker hoor. Maar ik heb een pistool. Oh, ai. Zelfs tegen eentje die knocked is, mis ik de helft van de schoten. Dat is toch niet meer normaal? Nee, ik.
Hij is bijna dood, dus als je hem even dood wil maken... Sorry, ik moest gewoon heel lachen. Ik ben heel trots om willen vertellen dat ik geen hulp nodig heb. Godsamme, laat maar. Heel trots vertellen dat ik geen hulp nodig had. En precies op dat moment hoor ik piep piep. Svansa zegt vandaag mijn... Wow. Kijk, dat bedoel ik. Mijn eerste stream... mijn eerste dag als mod bij een stream. Oh, dat is nice. Waar zit hij? Huh? Hij is hier ergens aan het healen. Als ik die had gemist, hè, dan kun je me opvegen. En was het goed gegaan? Heb je nog veel moeten ingrijpen? Of viel dat wel mee? Ben je aan het rebooten, schatje? Ja, was super leuk. Ja, ik moet nog even wennen. Snap ik. Je moet dan in één keer de chat heel goed in de gaten houden. En vooral als het wat sneller doorloopt, moet je echt wel snel kunnen lezen. Nee, nog geen ban of waarschuwing. Nou, dat scheelt. Houdt ook in dat het gewoon leuk en gezellig is in de chat. Oh no. We've got a badass over here. Ik heb je gereboot, schatje. You're alive. Maar tot nu toe heb ik dat ook nog niet hoeven te doen. Iemand moeten bannen of een waarschuwing geven überhaupt. Of time-out of zo. Dus dat is echt wel chill. Oh, dat is een kluis, oké. Okay. Schat, ik heb gewoon een gouden tag. Besef, word jij aangevallen? Yes. Ik kom eraan. Je hebt ze! Roept ze verbaasd. Ik weet wel, als mensen echt gaan trollen... Geef ik ze waarschuwing, want als ze nog blijven doen, dan is het het time-out. Ja, dat ligt er ook aan wat de streamer natuurlijk heeft qua regels. Dus, maar dat komt vast goed. En dat is inderdaad gewoon wel duidelijk zijn op mensen. En blijf ik stilstaan. Hij is hier naar binnen gegaan. Nice. Heb je? Ja, ja, ja. Oh, nog eentje. Oké, okay, doei. Oh, misschien. Boom. Je liefie. Die kun jij misschien ook wel gebruiken. Nee, dat moet ik ook nog hebben, mods. Maar ik heb precies van, weet je, ik word nu nog rustig bekeken, om het zo te zeggen. Dus kan ik eerst gewoon... Wat doen meer, hè? Je zou ook dat mensen naar je stream komen. Oké. Okay. Ik dacht dat mods voornamelijk waren om hoe goed in de gaten te houden. Klopt. Dus... Ja, ze promoten ook. Oké, dan moet ik maar even goed nakijken. Maar sowieso vind ik wel met mods dat, ja... Je moet niet zomaar iemand mod maken, om het zo te zeggen. Nee. Diegene moet je wel echt wat vertrouwen geven.
Als je iemand nodig hebt, sta ik klaar voor jullie. Ah, dat vind ik wel super lief. Maar ik wil graag eerst mensen goed leren kennen voordat ik iemand zo'n functie geef. Dus, maar ik denk dat dat ook niet meer dan logisch is. Wil ik me schrikken? Nee. Ik ben hier. Ben je aan het schieten? Ja, hier schoot, maar. Ja. Even staan, zo. Ik zit vol. Dus nee, wat ook natuurlijk belangrijk is, is dat de mod gewoon zeer regelmatig in stream is. Dus gewoon consistent is. Ja. Want een mod die er is, iemand die een mod hebt gemaakt en vervolgens vrijwel niet komt kijken, daar heb je natuurlijk ook niks aan. Oh, ik dacht, wat ligt daar nou? Ik zie iets goud. Gold, gold, gold. Ik neem die wel mee. Nee, nu heb ik momenteel alleen Marco als mod en ikzelf hou het gewoon in de gaten. Dus en nu is het ook nog niet zo druk dat, hoe noem je dat? Ik kan het zelf nu gewoon nog makkelijk tussendoor bijbenen, zeg maar. Als bijvoorbeeld de stream vraagt, steeds vraagt van ja, wil je deze term goedkeuren of niet? Dus dan kan ik zelf gewoon heel makkelijk ja of nee nog doen. Nu wel tenminste. Kijken, nee, ik ken die streamer waar ik mod ben via een andere streamer waar ik altijd bij ben. Kijk, nou, connecties. Connecties, connecties, connecties. Netwerken, heel belangrijk. Wat doe jij? Wil ik het? Hoe soepel het ging helemaal naar boven. Ja, uiteindelijk ben je hier boven gekomen. Ja, dat is natuurlijk. Nee, eigenlijk ben ik gelopen. Ik wil naar beneden. Dat is laat maar. Oh. Ik ben niet de enige bij wie het zo soepel gaat, dus. Maar ik zie nog wel een raak. Wow! Ik werd. Ik heb geen healing en ik werd vanaf daar ergens gesniped. Ja, maar daar heb ik niks aan. Zal ik wat naar jou gooien? Maar daar heb ik wel wat aan. Ik weet niet waar ze precies zitten. En dat vind ik een beetje eng. Ik zit ook super stil. Zullen ze weten dat we hier nog zitten? Ik kan me niet voorstellen dat ze het niet weten. Ben ik nou zo schil? Ik zie ze echt niet. Ik ook niet. Ik weet alleen dat ik goed geraakt werd. Meer aan die kant. Oh, daar. Daar? Ja. Oh ja, ik zie het. Even 1x55. Kan ik granaatjes naar binnen gooien? Ik weet niet. Nee, die komt niet ver genoeg. Chips. Oh, ze is hier beneden. 2x55 had ik raak geschoten. Oh, andere komt eraan. Ah, shit. Weer laggy, hè? Ik gooi granaatjes. Ah,
Ja, ik heb hem. Ik ben alleen. Ik heb 75 HP. Dus ik heb iets van shield nodig misschien. Ja. Gnaartjes hebben hem goed de val ingelokt. Sniper. Hé, hey, medkit. Heb jij sniperkogels? Thank you. That's very kind of you. Oké, okay, ben je naar huis gegaan? Sorry. Die is zo slecht. Vooral omdat ik al voorpret had voordat ik de grap maakte. Liggen hier minis? Ik heb bandages bij me. Je probeert me te harpoenen, hè? Shit. Ik was echt klik mis. Misschien kan ik wel beter een wapen vasthouden dan... Oh, wauw. Hij schiet toch niet raak, dus. Daar zitten ze. Precies daar. Jij kijkt de andere kant op. Wie? Jij. Ik zit te zeggen waar ze zitten. Maar ik kan dat toch niks mee, lieverd? Die kwal die kan ik wel innemen. Waar is die kwal helemaal? Oh, hier. Oh, dat is... Is je mushroom. Geen kwal. Hoe kom ik bij een kwal dan? Je zat aan mij te denken. Ah. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Nee. Japanse plekje is bijna klaar op mijn eiland. Chill. Ik heb trouwens mijn droomadres nu in de comments staan. Het is uitroepteken... droomadres. En dan kun je lekker dromen op mijn eilandje. Ja. Kun je kijken hoe het ervoor staat. Was sinds gisteravond niet veel veranderd, want ik heb vandaag niet gespeeld. Maar het is wel goed om te weten, toch? Waar ben jij? Ik ben je kwijt. Ik loop hier rondjes. Maar nice joh, het zag er ook al heel tof uit. Voor zover het af was. Ze dus zit hierboven inderdaad. Oh. Ik moet ietsje hoger schieten. Dat is weer te hoog. Hier kunnen ze ons niet raken. Had ik nu maar granaatjes. Ik zit in de boesboes. Hey Bassie. Leuk dat je weer terug bent. Gezellig. Had ik dus wel gelijk, hè, met... nou, misschien tot straks. Oh, shit. Oh. Je hebt echt één muurtje. Auw! Echt waar, jij kunt hier gewoon lekker blijven zitten achter één muurtje en ik... Ik lees zo meteen jullie chatbericht hoor. Oh, oh ik word van alle kanten beschoten. Ik voel me niet veilig. Esponsa zegt, ik ga binnenkort even kijken. Gezellig. Animal Crossing spelen. Nee, vanavond ga ik geen Animal Crossing spelen, Seppe. Welkom trouwens, leuk dat je erbij bent ook. Gezellig. Ik voel me niet veilig. Oh, ben jij dat? Ja. Oké. Okay. Van Tony overgestapt.
Ja, ik heb me maar ingebokst. Ik zit in de cirkel. Ik vind het best. Nee, even kijken. Oep. Zo zou hij het moeten doen. Ja. Heb je serieus het ding is gepakt? Oh. Waar zitten ze precies? Oh, andere kant. Oh, en daar. Ik ben down. Oh, jullie waren met z'n tweeën bij een andere stream en jullie zijn vandaar hierheen gekomen. Nou, wel gezellig toch? Anders ik wel passie. Twee schoten missen als hij stil ligt. Nou, dan moet je even terugkijken in deze stream. Dat had ik toen straks ook. En toen zegt zo'n avond ook alles mis. En ik zat nu echt zo van, ja, ik durf geen kant op te gaan. Ik kan geen kant op. Laat maar. Ze hebben gewonnen. Ze gaan dansen. Poging tot dansen. Oh. Oh, nice. Gaat wel redelijk tegelijk. Oh, dat is een iemand die samen doet, of niet? Oh, wacht, dat is die van de crew dinges. Nice. Oh, Nes van Sos was er ook. Ah, gezellig. Nou, leuk dat jullie met z'n drieën daar aan het kijken waren en nog gezellig deze kant op kwamen. Oké, ja, ik ken Saar niet. Oké, where are we going? Holy idiots? Yes, let's go. Ik ben maar gesprongen. Kijken of het nu beter gaat dan de vorige ronde Holy Edges. Super veel mensen reden naar. Oké, ja, ik ken haar nog niet. Ik heb wel, trouwens, nu ik dat zeg, ik zat vanmiddag toevallig, of vanavond toevallig een stream te kijken van een persoon. Ik weet haar naam alleen niet, maar het was Animal Crossing en ik vond het wel leuk. Gewoon voor op de achtergrond. En toen was, toen had zij inderdaad daar de, werd zij geraid met 80 man of zo, of 128 mensen door Saar. Dus dat zal waarschijnlijk dezelfde Saar zijn. Nou, ik heb in ieder geval genoeg healing. Ik heb 3 minis en 1 big shield. Nu nog een wapen. Jee, een pistool.
Kijk, dat bedoel ik. Dat was best scheef. En dat kostte mij best wel veel HP. Ah, dat ben jij. Dory. Je hoorde mij inademen. Even. Word je aangevallen? Nee joh, kom je erbij? Oh. Oh. Ik ga shaken. Oh, hi. Joe. Gamer, kijk dan. Oh mijn god. Die final shot. Ik was zo scheef weer. Oh. Nou, dat is een beetje het niveau van de avond. Het is echt verschrikkelijk. Ping! Daar zei ik hem weer hoor. Oeh, granaatjes. Had je er al een paar gegeven? Dat klopt. Oh mijn god, hé. Hier is een AR. Saar is... Wat? Als ik dat zo kan zeggen, ik weet niet wat je precies bedoelt met rost. Oké. Okay. I'm alive. I stay alive. Oh, hi. Oh, blaas ik bijna mijn eigen op. Oh, het is... Ik denk, ik gooi gewoon wat granaatjes. Misschien heb je er nog wat aan. Laat ik wel healing meenemen. Hé, hey, granaatjes. Gaat hoor. Voor mij loopt hij hier nog uit. Ik hoor niks. En ik zie geen voetstapjes. Oh. Ik heb wat voor je. Hey. Eentje maar. Oh, dat is ook geen ding. Wij moeten denk ik vet ver, laten we gaan lopen. Granaten. Seppe die zegt, ik ga tukken, morgen school. Is goed jongens, veel succes. Ja, volgende week... Tenminste, de basisscholen lijken volgende week weer open te gaan. Middelbare scholen volgens mij nog niet, maar dat weet ik even niet zeker. Oh, taxi! Let me in! Dank u. Maar slaap lekker, Seppe. Succes morgen. En een fijne avond. Joe! En was hij in zijn genaat. Ja, precies dat. Dus Fransal zegt, slaap lekker, Seppe. Tot de volgende keer. En daar reageert Seppe op met, doe je nog fijne avond verder. Thanks. Ze waren toch niet dicht. Ja, ik weet niet waar je vandaan komt. In Nederland waren ze dicht. Ik weet niet of ze in België woont of vandaar ook zo was. Dat houdt niet echt in de gaten. Maar in Nederland waren alle scholen dicht, behalve voor het speciaal onderwijs. Volgens mij. Of noodopvang. Ja, anderhalf, twee weken open. En als je echt aan moet tonen dat het kind niet thuis kan, les kan hebben. Ja, precies. Oh, in België niet. Ja, precies. In Nederland dus wel. En die gaan volgende week weer open. Lama! Echt zo'n sad moment. Geen goed idee, jij rijdt. Lama. Oh.
op de auto. Oké. Okay. Basti die spamt even heel hard. Lama, 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 lama. Oh, neem die even mee. Hè. Hoeveel AR-kogels heb jij? 93. Oh. Dat is niet zoveel. Hé, hey, goedenavond Seppe. Of Seppe. Sam. Komt omdat Seppe eronder ook nog even meedeed met Basti. Met lama, lama, lama. Welkom Sam. Leuk dat je erbij bent. Gezellig. Hoe is het met jou? Genaatje, 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 oh, ja. Genaatje. Ik wil, ik wil, ik wil. Ja, daar. Gimme, gimme, gimme. Ja, na, 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 na. Oh, ik hoor schoten. Spannend. Ja, man. Daar ergens, in de bosjes. Granatenlama. Hé, hey, zag jullie hoe soepel dat ging? Ja, man. Ik neem die toch maar mee in plaats van mijn SMG. Ik heb toch een... Oh, waar zitten ze precies? Oh, had je hem dood of hadden zij hem dood? Ik had hem dood. Ik zie hem net niet. Ik laat me lekker even in het zand glijden. Dat klinkt heel verkeerd. Oh, ja. Oh, oh, dat hebben jullie niet gezien, hè? Nee. Ja, die kan ik wel gebruiken. Ik gleed in het zand. Dus ik denk, oh, laat ik hem maar weer uitspringen. Maar toen kreeg ik fall damage. Oh. I'm such an idiot. Die kan ik meenemen, maar Storm komt ook al. Wow, dat was hij weer even laggy. Oh, ik wil wel eventjes die groene tag in plaats van mijn grijze. Ja, oké. Okay. Gotta go. Nee, ik speel vandaag niet met kijkers Sam. Sorry. Fall damage, fall damage, fall damage, fall damage. Ja, zoiets, Bassi. Nee, vandaag... Had je even in het zand zakken dan? Hè? Huh? Had je even in het zand zakken? Ja, dat was ik aan het doen, maar dat gaat niet zo snel. Dat hoorde je niet eens, joh. Nee, vanavond ben ik lekker met Marco aan het samenspelen. Dus en volgende keer misschien weer met kijkers, dat ligt er een beetje aan. Oh ja, ja, dat is de Mandalorian. Laat die maar met rust. Are you a bacon chicken? Ja. Yes, I'm chicken. Oeh. Ja, ik spring net ver genoeg. Nou. Oké, okay, ik kom wel weer die kant op. Ta-ta-ta-ta. Hupsakee. Omdat het allemaal zo soepel gaat, hè? Nu moet ik wel even goed zijn tanden. Oh, 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 oh. Nee, loop dan. Ik wil heel even een haartje uit mijn gezicht halen. En dan moet ik mijn koptelefoon even van mijn hoofd afzetten. Maar dan moet ik wel gaan autorunnen, want anders sta ik... Ik hoor kaart. In het bosje. Via het bosje weglopen, inderdaad. Dan hebben ze ons niet door. Oh, dat haartje blijft... Nou. Oké, ja. Zit achter mijn oor. Fixed.
Grappig geval, ik zit nu in de brugklas en hielp bij gesprekken voor groep 8 kinderen. En iemand vroeg of de middelbare school een BSO had. Ja, ik snap het wel. Als jij zeg maar als kind zijnde op de basisschool eigenlijk altijd naar de BSO gaat al vanaf groep 1, zeg maar. Snap ik wel dat ze daar nieuwsgierig naar zijn. Van, goh, hebben ze ook zoiets bij de middelbare school? Hop. Ik ging per ongeluk dansen. Waar schiet je op? Oh, mensen. Ah, visstick. Oh, daarachter komt ze maatje. Ik kan natuurlijk niet door zijn muurtje heen schieten, hè. Hij is een mol. Wow, moet je kijken. Wat een haper. Oh, en daar komt het tweede molletje aan. Pieuw. Marco sniped. Ja. Rekening met storm. Oh ja. Ik moet ietsje dichterbij. Dan kan ik even granaatjes gooien. Als ze dan eventjes niet zo gaan raak schieten. Even kijken hoor. Ja, dat is ver genoeg. 105. Lekker. Schot. Dat waren mijn granaatjes. Ik had ze misschien ietsje sneller. Deze heeft geen shield meer, die visstick. Die heeft hoogstens 69 HP. Hij is shields aan het nemen. Ah, shit. Oh. Ah! Plastic down? Ja! Ik ben een beetje flabbergasted. Ik dacht dat ik hartstikke dood was. Oh. Ah, ja, hij is hier bij mij. Op mij. En hij bouwt naar boven. Wassie, zou je op willen houden met zoveel spammen? Het was inderdaad heel scheef. Dankjewel, jongen. Het probleem is, als andere mensen nu wat zeggen, dan kan ik dat niet meer lezen. Snappie? Dan lees ik daar overheen. Ja, ligt de medkit achter jou? Oh. Nou, pak die fucking medkit op! Ga niet... Seriously, ik ga dood. Omdat hij die medkit niet oppakt en dan... Wat hij uiteindelijk doet is jouw chameleon gaan aaien. Nee! Oh. Okay. Dit was een potje. Oh man. Ja, dit had het potje moeten wezen. Maar ik ging zo slecht die fight in. Maar ik zal straks wel met de stream terugkijken of het aan mijn, gewoon echt aan mij en mijn ogen ligt. Of dat het inderdaad echt zo hapert. Kan ook gewoon aan mij liggen, maar... Nee, klopt Bassie. Daar had ik het toevallig net met het Svansas over. Dat ik inderdaad nog geen mods heb, behalve dan Marco. En ikzelf natuurlijk. Dus en... kijken dat ik daar nog even een beetje mee wacht, zeg maar. Ik wil, voordat mensen mod gaan maken, wil ik ze eerst goed leren kennen, weet je wel. En echt dat vertrouwen erin hebben. Dat ze sowieso de taak aan kunnen en dat ze geen gekke dingen doen. Dus ik vind het eng om zomaar iemand mod te maken. Dus dat ga ik ook niet doen. Dus maar dan kan ik gewoon zo op deze manier gewoon zeggen, dan is het ook goed, hè. Ik ken mij al goed. Ja, je kijkt nu 2 weekjes. Nee, wel wat langer trouwens.
Ja, je bent er inderdaad al een poosje bij en je bent er ook vaak. Dus dat is zeker goed, maar nog niet dat ik zoiets heb van, nou, ik ga jou nu mop maken. No offense, ik waardeer je kijken natuurlijk heel erg. Dus, maar ja, ik ben daar gewoon heel voorzichtig mee. Dus en ik moet ook goed nadenken van ja, wat zoek ik precies in de moderator? Dat weet ik nog niet. Dan moet ik me eerst daar beter in gaan verdiepen. Nou, er is iemand in mijn huisje. Ik kom wat later. Schat, ik kom wat later. Ik zit nog in het café. Het is hier zo gezellig. Ik loop gewoon weg. Kom jij met een auto aangereden? Nee. Nou, ik moet hem echt nog één schot raken. Oh, nou. Oh. Wow. Hi. Hey. Heeft hij een blauwe tag? Nee, het leek zo. Ik wist het. Ik hoorde die auto al stoppen. Stomme auto. Ik moet die eventjes droppen. Ik heb nog geen wapens, schat. Godsamme, ik zet die toch daar neer. Heb je nog geen wapen? Nee, ik schiet me een shotgun. Oh, hier. Ja, ik heb het al, hè. Oké. Is die gast in de auto al dood? Nee. Waar is hij dan? Hij staat bovenop die, in die box. Oké, ik ben voor deze medkit gegaan. Die ga ik nu even innemen. Dan moet ik weer voor, meer Fortnite mee spelen. Oh, dat heeft daar niks mee te maken, Bassie. Maar verder kan ik het nu zelf ook nog goed genoeg aan. En dan kan ik voor mezelf eventjes een goede plan van aanpak maken. Wat zoek ik in de moderator? Wat kan een persoon voor mij toevoegen? Dan een soort van vragenlijst, sollicitatie, formulier zeg maar maken. En natuurlijk voor mezelf denk ik ook gewoon kijken, oké, vanaf hoe vaak kijken is het voor mij goed genoeg dat ik je daarvoor wil uitnodigen. Om daarvoor te solliciteren, zeg maar. Heb je hem al? Nee, prima. Oh, daar. Oh, ik heb er eentje dood. Oh, eentje staat hier letterlijk voor me. Ja, hallo. Als me hulp nodig hebt, ik ben bereikbaar op Discord. Ik heb zelf je mods, mijn broer en vrienden van me. Ja, precies, maar dat zijn mensen die je echt kent. Dus daarvan weet je ook dat je ze kunt vertrouwen. Wordt trouwens voor mij het laatste potje. Oh. Ja, dat stomme kerstboom. Dus nee, wordt voor mij het laatste potje. En dan kijken of we nog iemand kunnen raiden.
Ja, sorry man. Dan kun je beter nu stoppen. We zitten nu al in het laatste scherm na het laatste potje. Ja, het is 11 uur. Ja, dat is waar. Anders wordt het al helemaal laat. Ik ga eventjes op zoek naar een leuke raid. Terug naar de lobby. Eens even kijken. Twitch. Hier is Twitch. Jij weet iemand? Wie weet jij dan? Bassie. Even kijken, we zijn er genoeg live. Oh, we zijn echt zo close. Echt nog één level er vanaf, hè? Eens even kijken. Nee, die niet. Dit is een beetje geput. Ja? Yes. Eens even kijken. Ik zie hier eentje. Die zegt weg naar affiliate. Ik ga haar even opzoeken. Ja, maar die is nu gewoon aan het chatten. Ga ik liever nu, omdat ik zelf Fortnite heb gespeeld, ga ik zelf het liefste naar een streamer toe die zelf ook aan het. Die zelf ook Fortnite speelt, zeg maar. Nu heb ik wel eentje gevonden die er wel leuk uitziet. Nou. Duncan speelt Planet Zoo. Ook een leuk spel. Ik weet dat jij dat vindt. Nou, stomme Twitch. Twitch is gebukt. Ja, volgend. Categorieën. Fortnite. Ik had hem net en toen ging ik even terug en toen ging die weg. Huppatee. Nou. Kopiëren. Gaan we hem beginnen. Waar staat mijn knoppie? Wat is er? Ik moet naar jou toe komen. Even wachten hoor mensen. Staat er wel op. Ah, check. Omdat ik hem geactiveerd heb. Eens even kijken. Kanaal raiden. Die. Of. Raid beginnen. Nou, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we naar Travel Girl. Zij heeft 68 volgers. Heeft momenteel 16 kijkers. Nou, dan komen wij gezellig bij. Ik zie jullie daar. Joehoe. Ik ga de stream uitzetten.